We zijn hier vandaag in Sint-Parc Samol bij de 12 kersverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Naast mij heb ik hier Davy. Dag Davy. Dag Jamie. Je mag jezelf eens kort voorstellen. Ik ben Davy Lambrechts. Ik kom uit het Limburgse Kortesem. Ik ben 35 jaar. Ik studeer terug als ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Mijn hobby's zijn lopen. Ik ga graag uit eten. En ja, dat is het kort. Waarom neem je deel aan Mr. Gay Belgium? Omdat ik met een boodschap naar buiten wil komen. Ik zelf heb een heel zware alcoholverslaving gehad. En ik heb daarvoor een heel grote drempelvrees moeten overstappen om dat te aanvaarden en dat aan de buitenwereld te tonen. Net als de vorige keer met mijn coming out. Dus omdat het twee keer een thema was wat vrij moeilijk in onze maatschappij te bespreken is, wil ik eigenlijk een ambassadeur zijn voor mensen met dezelfde problematiek. Heb jij een raad voor de mensen die met hetzelfde probleem zitten dan jij? Ja, durf erover te spreken. Weet dat je zeker niet alleen bent. Ook al lijkt dat zo, want ik heb ook heel lang het idee gehad dat ik alleen op deze wereld was. Maar durf erover babbelen, durf daar met mensen over te spreken. Zoek hulp. En ja, weet dat je er zeker niet alleen voor staat. Oké, dat zijn heel mooie woorden. Davy, jij bent de oudste van deze groep. Denk je dat je opgewassen bent tegen al de jongeren onder jou? Age is just a number. En ik voel mij nog zeer jong van geest. Natuurlijk, fysiek is het natuurlijk een heel zware concurrentie. Maar hier gewoon aan kunnen deelnemen, hier tussen deze 12 finalisten mee te strijden naar de titel, dat is gewoon al een belevenis op zich. En mijn doel is eigenlijk al bereikt. Oké, heel mooie woorden. Om af te sluiten, stel je mag een boek schrijven, de autobiografie van je leven. Welke titel zou je daaraan geven? The Story of My Life 0.2. Oké, dankjewel Davy.